Johan, we zijn nu in de Goese Korenmarkt met altijd mooi de lange Jan op de achtergrond. Maar nu heb je hier een brief, dat is een scheldbrief. Ik ben zeer benieuwd wat je daarmee bedoelt. Ja, dat is heel simpel. Een brief van Hans Jochen Ruys aan zijn, klinkt een beetje Duits, aan zijn vrouw Catharina. En die woont aan de Goese Korenmarkt. Waar precies weten we niet, maar het is wellicht een van de achterliggende panden geweest. En daarin maakt hij haar heel veel verwijten. En dat natuurlijk niet botert, dat wordt wel heel duidelijk. Ik zal een stukje voorlezen uit de brief. Na de begroeting waarde en beminde vrouw komt het. Ik hoop dat u nog in het leven mag zijn, maar ik twijfel daaraan. Ik denk eerder dat gij dood zijt of dat gij mij al heel moet vergeten hebben, omdat gij mij niet één letter met kapitein Teudels heeft geschreven. Die kapitein Teudels die vaart voor de Sociëteit ter Navigatie op Essequibo en Annexe rivieren. Het was een kleine particuliere rederij en die Ruys dus verwacht dat hij post had meegebracht van zijn vrouw en dat was dus niet het geval. En hij had kennelijk al heel lang geen post ontvangen, maar ja, wij weten hoe slecht die post eigenlijk ontvangen werd overzees. Dus dat kan allerlei redenen gehad hebben. Maar dan gaat hij verder. Maar nu zie ik dat het spreekwoord waar is, wel uit de ogen en uit het hart. Dus uit het oog, uit het hart, die kennen we nog steeds. Doch ik zal daar niet meer om denken, want ik erger mij te veel. Maar ik zal ook zo doen en deze brief voor het laatst schrijven en dan niet meer al was ik 2 jaar op reis. Dus hij is er helemaal klaar mee en stopt met brieven schrijven aan zijn vrouw. En als ik in Zierikzee kom, daar had het schip kennelijk zijn thuishaven, is het niet nodig dat gij schrijft, want ik zal dan geen brieven ontvangen, maar wederom zenden. Als het toch zo gaan moet. Deze man is zeer teleurgesteld, ja. Dus de man weigert zelfs nog de post te ontvangen en gaat dat postrestante terugsturen. En voor welk jaar is deze brief? Deze brief is van 20 november 1780. Hij verblijft dan op Curaçao en dat is bij geluk een eiland wat niet door de Engelsen is bezet begin 1781. Dus hij is nog naar huis kunnen komen en dat blijkt ook. Aan het eind van de brief maakt hij al een kleine knieval eigenlijk. En hij sluit dan af met te zeggen, ik groet u met mijn hart en ben tot nog toe uw getrouwe man, Hans Jochen Ruys. En uiteindelijk blijkt ook, want ik heb deze man terug kunnen vinden, dat hij wel degelijk naar Middelburg en naar zijn vrouw is teruggekeerd. Want op 23 maart 1783, dus dat is eigenlijk maar 3 jaar later, dan overlijdt hij. En hij staat er nog steeds. Dan overlijdt hij? Hans Jochen Ruys die overlijdt op 23 maart 1783 in Middelburg. En hij is daar nog steeds ingeschreven op het huis aan de Goese Korenmarkt. Dus hij is waarschijnlijk toch gewoon thuisgekomen bij Maar dan is hij vrij snel daarna dus overleden. Ja. Ja. Nou, oké. Okay. Ja, maar ja, goed. Dan zal ze hem niet hebben herinnerd als een hele vrolijke, vriendelijke echtgenoot. Nee, dankjewel voor je terugweer.